HBO-opleiding vanaf studiejaar 2021. Mijn naam is Belinda Kerkhoven en ik ben werkzaam als strategisch accountmanager bij Marcus Verbeek Prehab. Ik zal tijdens deze video in gesprek gaan met Frank Bakker, directeur van Marcus Verbeek Prehab, en Arjen Bonenstro, programmamanager bij Marcus Verbeek Prehab. We gaan het natuurlijk hebben over welke opleidingen nu gaan veranderen, maar dat zal dus met name hier zijn de post-HBO en de praktijkopleidingen en wat de redenen zijn van die veranderingen. Heb je nu interesse in de veranderingen in de bachelor- of AD-fase, dan verwijzen we je naar de andere video. Frank en Arjen, welkom. Zouden jullie jezelf kort willen voorstellen? Ja, mijn naam is Frank Bakker, sinds 2003 directeur van Marcus Verbeek Prehab. En uiteraard moeten we ervoor zorgen dat we als financieel opleider continu op de hoogte zijn van alle recente ontwikkelingen om de opleidingen actueel te houden. En ik ben Arjen Bonenstro. Ik ben sinds 1 februari werkzaam bij Marcus Verbeek Prehab als programmamanager. Ik ben programmamanager voor de opleiding in het financieel-economisch domein, zoals dat mooi heet. En daarvoor ben ik 18 jaar werkzaam geweest bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, de NBA. En een van haar voorgangers, de Nederlandse Orde van Accountants, de NOVA. Nou, zowel bij de NOVA als bij de NBA ben ik altijd actief geweest met de accountantsopleidingen. Dus daar zit ik goed in. Nou, dan ben je voor dit onderwerp denk ik de ideale persoon. Dankjewel Frank en Arjen. Voordat we van start gaan wil ik de kijkers thuis vragen dat als je vragen hebt naar aanleiding van deze video om die te mailen naar service@mvp.nl en dan zullen we zo snel mogelijk contact opnemen om je vragen te beantwoorden. Arjen, om te beginnen, zou je eens even kunnen uitleggen wat nou de post-HBO precies inhoudt? De post-HBO accountancy MKB bestaat uit een aantal vakken. Die vakken die je uiteindelijk volgen na je bacheloropleiding om in het register van de MBA te kunnen komen. En je moet de post-HBO accountancy MKB doen en ook de praktijkopleiding die erbij hoort, een driejarige praktijkopleiding. Nou, kun je beide trajecten op twee manieren doen. Je kunt ervoor kiezen om eerst je theorieopleiding te doen. Hè, dan ben je 1,5 tot 2 jaar bezig met de post-HBO-opleiding. En kun je daarna nog door naar de praktijkopleiding. Dan ben je nog een keer minimaal 3 jaar bezig. Of je kunt kiezen voor een geïntegreerde variant. Hè, die biedt Marcus Verbeek Prehab sinds 1 september gaan ze die aanbieden, waarbij je in feite de post-HBO accountancyopleiding MKB tegelijkertijd volgt met de praktijkopleiding accountancy MKB. Beide trajecten zijn dan over 3 jaar uitgesmeerd en eigenlijk door slim te plannen is het dan mogelijk om beide trajecten over een periode van 3 jaar af te ronden. Ja, ik kan me ook voorstellen, Arjen, dat dat een voordeel biedt voor het geïntegreerd slotexamen. Want we horen nog wel eens dat kandidaten zeggen, ja, mijn theoretische kennis is een beetje weggezakt. Dat los je hier op. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is ook precies de reden waarom bijvoorbeeld de CEA daar ook op stuurt. Dat er niet een te groot gat zit tussen de theorieopleiding en de afronding van de praktijkopleiding. Kijk, want wij weten gewoon dat hoe groter dat gat wordt, hoe moeilijker trainees het vinden om goed toe te kunnen lichten hoe zij de theorie in de praktijk hebben toegepast. En de theorie gaat met name dan ook over toepassing van wet en regelgeving. Nou, wil je gewoon een optimaal rendement uit het totale opleidingstraject halen, dan moet je zorgen dat die twee dicht tegen elkaar aan liggen en dan pas je de theorie, kennis van wet en regelgeving, ook direct toe in je eigen beroepssituatie. Ja, dan zie ik er ook toch wel een aantal voor mij nieuwe workshops bij zitten. Training popschrijven. Kun je daar eens wat meer over zeggen? Ja, we hebben natuurlijk gemerkt dat studenten en trainees het soms best lastig vinden om rapportages te schrijven. En daarom hebben we gedacht van ja, het is goed om daar wat ondersteuning bij te bieden.
en wat extra workshops in te plannen. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een POP, maar ook bij het schrijven van halfjaar- en jaarrapportages. Dat zijn dus geen verplichte onderdelen uit de praktijkopleiding, maar dat doen we gewoon als opleider om ja, onze deelnemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja. Dan zijn er natuurlijk een aantal studenten bij die hebben bij ons de bachelor gevolgd. Er zijn ook studenten bij die hebben de bachelor op een andere hogeschool gevolgd, bijvoorbeeld omdat ze overdag hebben gestudeerd. Kunnen die zo instromen in onze postbachelor? Nee, niet zonder meer. Ik had het net al even over de commissie Eindterm Accountantsopleiding, de CEA. Ja. CEA heeft... heeft voor de opleidingen eindtermen geformuleerd. Nou, dat betekent dus dat je aan die eindtermen moet voldoen. Iedere opleider verdeelt die eindtermen over de bacheloropleiding en de postbacheloropleiding. Daar zijn opleiders vrij in. Ja, precies. Hoe je die verdeelt, daar ben je als opleider vrij in. Bovendien worden eindtermen soms geactualiseerd, dus het kan soms ook zelfs nog per leerjaar verschillen. En dat betekent dus dat wij per student moeten toetsen wat iemand al heeft gehad op het gebied van die eindtermen, om te kunnen bepalen of er deficienties zijn om toegelaten te worden tot het post-HBO. Oké. En je noemt de deficienties. Frank, ik heb begrepen dat MVP nu voor studenten met deficienties een programma heeft ontwikkeld wat een stuk studentvriendelijker is. Ja, dat klopt. Wij zijn natuurlijk ook tegen het feit aangelopen dat het soms een wat ontslachtige route was. En we hebben het nu alleen gehad over bachelor accountancy, maar je kunt natuurlijk ook instromen in de opleiding met bachelor SPD of bachelor bedrijfseconomie. Sommigen hebben zelfs een opleiding die wat verder nog af ligt van het financiële vakgebied. Die hebben dan natuurlijk meer tekortkomingen, meer deficienties, meer eindtermen die ze nog niet hebben gehad. En dan moet je dan een schakelprogramma voor samenstellen. Zeker als je bachelor accountancy hebt gehad bij een andere hogeschool, dan is er nog vaak heel veel overeenstemming. Maar zijn er enkele verschillen. Die moeten vastgesteld worden. En als je dan bijvoorbeeld een module hebt met 10 eindtermen en daar mis jij er 3 van. En je gaat tegen die student zeggen, joh, oké, je mist er 3, je moet die hele module opnieuw volgen en al die 10 eindtermen bestuderen, dan is dat natuurlijk vervelend. Dan gaat zo'n programma wat lang duren. Dus we hebben nu eigenlijk een op maat programma gemaakt, via microlearning, waarbij je echt de lesstof, lesmateriaal, helemaal in per eindterm opgebouwd krijgt. En dan hoef je alleen maar te bestuderen de eindtermen die je nog niet had gehad. En daar doe je dan een examentje in, waardoor je een enorme tijdwinst krijgt. Zodat je, als je een bachelor accountancy gedaan hebt, toch binnen, een beetje afhankelijk van je eigen tempo natuurlijk, binnen 1 tot 3 maanden gewoon dat af kunt ronden. En natuurlijk ook afhankelijk van waar je je opleiding hebt gedaan, omdat elke opleider weer wat andere eindtermen heeft. Ja, en je zegt het kan per hogeschool verschillen, maar het kan zelfs binnen 1 hogeschool weer per leerjaar verschillen. Ik heb wel eens studenten gesproken, die zeiden, ja, ik heb een collega die heeft op dezelfde hogeschool gezeten, maar die heeft toch een ander deficiëntieprogramma. Dus het heeft ook te maken met in welk jaar je hebt gestudeerd, want een hogeschool kan dus het curriculum tussentijds wijzigen. Sterker nog, soms moeten ze dat ook, omdat ze zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden of voorschriften van de commissie Eindterm Accountancy, de CEA die net al genoemd is. Een organisatie die de eindtermen voor alle accounts vaststelt, maar die ook de hogescholen en universiteiten aanwijst die accountancyopleiding mogen verzorgen. En Max van Beek heeft uiteraard zo'n aanwijzing. Ja, wij hebben nu zelf ook de module gedrag, ethiek en besluitvorming. Eerst in de bachelor en nu naar de post-HBO. Dus daar hebben we ook een verschuiving. Ja, en dat betekent voor onze studenten, als ze GEP al gedaan hebben, gedrag, ethiek en besluitvorming, dat ze dat natuurlijk niet nog een keer moeten doen. Dus dan hebben ze die al in de pocket. Heb je die nog niet gehad binnen jouw hogeschool, dan betekent dat je die straks wel weer in de post-HBO-fase krijgt. Maar inderdaad, het kan zijn dat je dus een collega hebt die een jaar eerder of 2 jaar eerder bij dezelfde hogeschool heeft gestudeerd, die een ander schakelprogramma heeft dan jij. Omdat ze daar het een en ander gewijs hebben. Dat kan frustrerend zijn, maar wel begrijpelijk. Ja. Arjan, ik wil met jou toch nog even weer terug naar die geïntegreerde opleiding.
ja, het komt bij mij over dat je in dezelfde tijd meer moet doen. Wat je normaal uitgesmeerd over 4,5 jaar, moet je dan nu in 3 jaar doen. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht zo. Maar door, wat ik net al zei, de dingen slim te plannen. En ja. We hebben dat heel slim neergezet over een periode van 3 jaar. Zowel de post-HBO als de praktijkopleiding. En die opleidingsprogramma's ook gelijk op te laten lopen. Behaal je synergievoordelen. En we zijn ook aan het kijken hoe we die programma's steeds meer met elkaar kunnen verweven. Zwaluwstaarten wordt het wel genoemd. Waardoor je ook efficiëntievoordelen behaalt. Dus ik denk dat je eigenlijk alleen maar winst behaalt. Dus wat dat betreft zou ik daar erg voorstander van zijn. Bovendien is het zo, wat ik net ook al aangaf, de kwaliteit van het totale opleidingsprogramma neemt toe. Doordat je als student veel beter in staat bent om de theorie direct in de praktijk toe te passen. We weten gewoon, als daar een gat tussen zit, dat dat veel lastiger wordt. En dan moet je dus eigenlijk tijdens je praktijkopleiding weer wat theorie bijspijkeren. Ja, daar komt het wel op neer. Kennis van regelgeving zakt toch weg. Je hebt het minder scherp op je netvlies staan. Het is ook zo dat op het moment dat het gat tussen de theorie en de praktijk te groot wordt. Het kan zijn dat je bij het examen met de verlengd slotexamen te maken krijgt. Kortom. Ik denk dat het goed is om die zaken zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Ja, ik ben het daar mee eens, Arjan. Als je gaat kijken, het nieuwe praktijkprogramma is er vanaf 2017. We hebben daar natuurlijk aardig wat ervaring mee opgedaan inmiddels. En zien ook waar de valkuilen zo'n klein beetje zitten. En als we voorlichtingen geven aan studenten, wordt er gevraagd van... Ja, waarom zou ik nou voor het stagebureau Marks Verbeek moeten kiezen? Marks Verbeek Pre-Heb. Ja, laat me wel zijn, alle opleiders die worden aangewezen door de commissie eindtermen accounts opleiding die voldoen aan de goede kwaliteitseisen. Dat is één. Waar wij het verschil proberen te maken is in een stukje begeleiding. We hebben als een van de weinige stagebureaus hebben we een extra begeleidende training, omdat we ook vooral gezien hebben dat studenten vaak moeite hebben met het schrijven van hun persoonlijke ontwikkelingsplannen, de POPs en de rapportages. Daardoor worden ze afgekeurd, dan moeten ze weer opnieuw, geen vertraging. Dus we hebben met name nu daar wat extra trainingen ook nog ingebouwd ter begeleiding. Ja, wat ik misschien ook nog wel wil toevoegen, Belinda, is het volgende. Marks Verbeek Pre-Heb is een van de weinige opleiders die zowel het post-HBO-traject aanbiedt, als ook een stagebureau heeft voor de praktijkopleiding. Wat dat betreft... zijn de lijntjes dus ook erg kort. En dat biedt als het gaat om integratie dus ook grote voordelen. Ja, dat is zeker het geval. Ja. Want je hebt natuurlijk ook de trainingen, wij plannen ook alles, hè? Dan heb je ook gewoon het hele pakket wat je kunt afnemen. Ja, zeker. En zelfs als mensen bij een accountskantoor werken met een eigen stagebureau... is het daardoor mogelijk om bepaalde onderdelen bij MVP af te leggen. Uiteraard gaat dat altijd wel in samenspraak, maar dat is dus mogelijk. Oké. Dus op het moment dat iemand zich bij MVP inschrijft, dan hoef je niet nog eens zelf achter je trainingen aan en je contractdagen. Dat zit dan allemaal inbegrepen bij die inschrijving in de praktijkopleiding. Dat zit erbij inbegrepen, maar uiteraard blijf je als student natuurlijk wel regisseur van je eigen traject. En moet je zorgen dat je aan het eind van de rit alles hebt afgerond. Ja, dat lijkt me duidelijk. Ik denk dat we de belangrijkste zaken hebben besproken. Hebben jullie, een van jullie beiden nog wat toe te voegen? Nou, het enige, als mensen nog vragen hebben naar aanleiding van de video en de wijzigingen, aarzel niet en neem contact op met de afdeling studieadvisering of met ons. Ja. Ik wens alle trainees en studenten heel veel succes met de voortzetting van hun opleiding. Ja, dat lijkt me een... Frank en Arjen, dankjewel voor jullie tijd en uitleg. En hopelijk hebben we de kijkers weer wat verder op weg geholpen over de post-HBO en praktijkopleiding. Collega Dominique Sinken, bedankt voor het
regelen van de sheets, dat die op tijd in beeld kwamen. Mocht je naar aanleiding van deze video nog vragen hebben, neem contact met ons op. Het mailadres is al een aantal keren genoemd, service@mvp.nl. Voor nu bedankt voor het kijken. Blijf gezond en heel graag tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.